Het bestuur van de Bond van Veiligheidsagenten voor Hoogwaardigheidsbekleders, BVH, heeft op donderdag 24 februari zijn opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. De BVH wenste in conclaaf te treden met het staatshoofd over werkafspraken, het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, rakende. Bij deze gelegenheid is het DNV-concept handvest aan de president overhandigd. We hebben de president aangeschreven, omdat wij wensen met de president in conclaaf te treden over zaken rekende de DNV. En dat is de reden geweest dat we hier zijn, met het dagelijks bestuur met een commissaris erbij. En we hebben afspraken met de president lopen, werkafspraken. We besluiten in die zin dat er afgesproken is wat het natraject gaat zijn na vandaag. Dat de bond met de directeuren en aangewezen mensen van het kabinet in conclaaf gaat treden om de zaken op te lossen die bij DNV spelen. Voor wat de burgers betreft. Die overhandiging heeft te maken met een concept handvest voor DNV in zijn algemeen. Een handvest moet u zien, de bevoegdheden, de gedragingen van functionarissen binnen de organisatie. Hoe ze zich moeten gedragen, zoals bij de politie een handvest heeft. Het is verankerd in de handvest hoe elke functionaris zich moet gedragen en daaraan moet houden. Maar het is een leidersweg om alles te doen, dus we hebben het aan de president aangeboden. En er zullen zeker correcties aankomen, dat weten we zeker. Maar er is een handvat, een blauwe druk, waar men vanuit kan gaan. De president heeft onder leiding van de directeur van het kabinet, meneer Munsi, heeft hij belast met het zaakje te begeleiden, de onderhandelingen met ons te starten en zoveel mogelijk alles te zaken rakende DNV de revue laten passeren. In een andere hoedanigheid, de bevoegdheid van een andere bond of bonden, maar in dit specifieke geval gaat het om de bond die valt onder DNV, Directoraat Nationaal Veiligheid.